Ja, ik zit nu bijvoorbeeld in een borstvoedingsfase of <laughs> <Daaruit>. hebben. <laughs> nou, ik heb echt het gevoel dat ik geen leven meer door een van de melkkoe ben geworden. Gewoon. Butterfly van Crazy Town staat voor mij wel een teken van ontdekking. Mijn ontdekkingsreis naar de liefde. <laughs> Ja, ik was gewoon gefascineerd door deze clip. Ze gingen op het einde van dit nummer, gingen ze echt zo goortongen. En ik weet nog wel dat ik gewoon zat te kijken van, oké, okay, hoe moet dat? Want je zag die hele tong. En ik dacht echt, hoe uh, moet dat zo? En ik weet niet. Het was volgens mij in die tijd, vond ik jongens wel, begon ik een beetje interessant te vinden. Ik denk dat ik jaar of, nou ik weet niet, ik zal denk in groep 5, 6. Ja, uh, zo jong, ja, zo jong. Ik vond het wel zwoel. Kijk, ik was wel echt een heel druk meisje in de klas. Heel. Een hele korte, hoe zeg je dat, die spanningsboog die was er gewoon überhaupt niet. Dus ja, ik stond eigenlijk altijd op de gang omdat ik de slappe lach had. Ik vond, ja, ik, ik vond het gewoon heel leuk om de leraren het leven een beetje zuur te maken. Nou, ik zat best wel in een, um, op een school waar heel veel ouders waren van die vage hippies en die gingen ook met elkaar een soort van partnerrel doen en weet ik het. wat heb ik allemaal achteraf pas gehoord van mijn moeder, niet dat zij daar aan meedeed overigens. Dat wil niet zeggen dat <laughs> ik. Een grote orgie was of zo. Maar die waren toch best wel experimenteel, allemaal. Want dat zagen ze allemaal van hun ouders. En dan nam de eentje weer een keer een condo mee, En de ander dan weer een keer een deeldomein naar school. Dat je echt denkt: wat is dit? Dit was gewoon de basisschool shit. Het is echt heel raar, eigenlijk. Als ik er nu over terugdenk. Ik weet nog wel dat er ook groepjes waren. En dan mocht je bij dat groepje, als je zei van. Uh, ja, had je allemaal een lijstje en anders hoorde je bij de sukkels. En als je wist wat bijvoorbeeld uh, uh, pijpen en orale seks en al dat soort shit was, dan mocht ze bij dat groepje. nou, ik wist allemaal niet wat het betekende, maar goed, ik blufte maar wat. Maar echt een hele rare, eigenlijk best wel apart. Misschien is het iets Haags of zo, ik heb geen idee. Dit is de track die me terugbrengt naar mijn allereerste verliefdheid. En het is Hotel California van de Eagles. Ik was, denk ik, 10, 11. Ik zat aan het einde van de basisschool. Maar ik weet niet, op de een of andere manier was ik echt gefascineerd door dit nummer. Gewoon. En uh, dit is dus het eerste nummer wat ik nog op mijn cassettebandje zette. Want ik had in mijn tijd nog geen iPod en dat soort shit. Ik had echt een mega crush. Ik was zo verliefd op mijn jongen, maar echt gewoon ziek. Gewoon. Niet normaal. Ik was alleen maar met hem bezig. Hij zong dit liedje in zijn eindmusical van groep 8. Dus dan ben je echt allemaal. Ik zat in groep 7. Maar echt, de hele school was altijd verliefd op hem. Hij leek heel erg op Draco Malfides van Harry Potter. Die blonde. Oh, is zo schattig. Toen uh, had hij me verkering gevraagd. Maar volgens mij ging dat toen nog een beetje via via. Dus ging dat via een ander vriendje. En uh, toen hadden we echt een knipperlig relatie tot aan mijn 15e toe of zo. We hadden echt 6 of 7 keer dat het aan en uit was. Ik was een beetje. Uh, Anders qua kledingstijl, denk ik, dan de rest. Ik was echt een wannabe skater en wel raar. Wijde broeken en van die punkbandjes. En ik had mijn haar op een gegeven moment echt knalrood geverfd. Ja, ik had wel altijd veel vriendjes vroeger. Dus dat is wel een teken, denk ik, dat je in, in belangstelling staat. Ik was best wel veel met jongens bezig, maar zou ook wel met mij, denk ik. <laughs> ik was gewoon elke week wel op iemand anders verliefd. En tussendoor, wel steeds. Uh, hij was wel, zeg maar, mijn eerste vriendje was het, daar, want daar was ik wel echt. Altijd mee bezig, maar ik was wel echt, uh, pff, jezus, wat overdreven. En toen had je MSN en op een gegeven moment heb je dan gewoon iedere week uh, iemand anders in je MSN-naam staan. En een hele liefdesverklaringen. Jezus, wat een gezeik. Ja, dit is wel leuk. Ik vind het een leuk liedje. Nu helemaal. Deze track, I Love Rock'n'Roll van Joan Jett, is voor mij... Uh, ja, ik vind wel, het, het betekent voor mij wat in de titel zit, gewoon uh, rock'n'roll. roll. Ik moest dit liedje zingen met uh, met Waylon in It Takes Two, en daar is een hele erg ruzie, nou, een hele erg ruzie, ik bedoel, daar daar zijn onze karakters heel erg gebotst. Nou, wij moesten dit nummer doen, uh, ik moest het doen uh, met Way en Holly, en toen hadden wij een versie opgestuurd gekregen, en dat was gewoon een hele ja, een versie met ad-libs en allemaal moeilijk gedoe. Ben ik het mee eens. Maar ja, dat hadden wij nou eenmaal opgestuurd gekregen. Dus ik heb dat geleerd. Dus wij komen in die repetities. En toen in één keer, toen werd hij zo kwaad. En toen liep hij zo de podium af. Ja, en als dit is wat, hoe jullie het willen doen, nou, vind ik prima. Maar in jullie solo zit hij zo mooi te zingen. En dan kom je nu met dit. En wij stonden er echt zo... Okay. Ik ben nog steeds van mening dat hij gewoon zijn mail had moeten checken en dan had hij niet op dat moment pas gehoord van die versie. Maar goed, daar, daar uh, is die herinnering van van I Love Rock Roll. We hebben Vorig jaar hebben we een duet opgenomen, maar we zitten gewoon even te kijken wanneer gaan we het uh, uitbrengen, zeg maar een clip opnemen en dat soort dingen. Dus dat gaat zeker wel in 2019 gebeuren. Oh, I know someday, she is go Stay over the rainbow Ik krijg ook weer kipvel. Het is gewoon een, voor mij, het beschreef op dat moment gewoon heel erg hoe ik me voelde. Op een gegeven moment zegt hij ook van soms vergeten we wie we zijn, waar we staan, wie we hebben. En gewoon dat je de je, war dat je bent en dat soort dingen. En ik luisterde dit gewoon heel erg uh, toen ik toen ik in mijn burn-out net zat. Want ik wist gewoon uh, niet meer wie ik was eigenlijk. Ik moest echt weer opnieuw leren huilen, leren lachen, leren gewoon echt die basisemoties vanuit mezelf ervaren en zelf beleven in plaats van voor je volgers of voor een camera of wat dan ook. Het was mijn enige uitlaatklep wat ik door de jaren heen had opgebouwd, was gewoon mijn, mijn vlogcamera. Het klinkt super triest, maar dat was gewoon wel zo en ik deed niks meer echt voor mezelf. Ik heb toen die camera echt gewoon in de hoek geflikkerd en ik moest weer een soort van reflecteren ofzo mentaal Of je wil heel graag huilen. En als je dan bijvoorbeeld een bepaalde track luistert. die dat net eventjes aan. Ja, die je net even dat setje geeft. Want het lucht gewoon echt op om wat meer je emoties te kunnen uiten. Ik was gewoon heel erg een wegloper voor alles. Ik dacht, ja, weet je, het leven is hartstikke leuk. En ik benaderde alles alleen maar positief. Maar dat kan gewoon niet. Dat hou je niet vol. Dus Amos Lee met Keep it Loose, Keep it Tight. En. Um, ja, dat is voor mij. Ja, toch wel met een beetje met therapie of zo geweest, ja. ja. Je ziet toch allemaal zwaantjes en een vijvertje voor je en een mooie blauwe lucht. Ja, ik vind het zo lief. Ja, dit is wel, dit is voor mij een heel bijzonder nummer. dit luister ik heel vaak uh, tijdens mijn zwangerschap. En dit deed ik best wel vaak in de ochtend voor Teddy aanzetten tegen mijn buik aan. En uh, toen was ze denk ik vijf dagen oud of zo. En dan komen babytjes komen in zo'n uh, fase dat ze heel veel buikpijn hebben. Want dat moet allemaal op gang komen. Dus dat was echt zo zielig. Ze lag in mijn armen en toen zei ze wacht, wachten. We gaan even kijken of het werkt. Toen zette hij dit nummer aan. En ze was eerst helemaal zo met haar vuistjes en toen echt dat lied allemaal los. En het ging ontspannen en ze lag zo te slapen. En toen moesten we alle twee zo hard huilen. Ik kwam eigenlijk gelijk met de naam Teddy. En dat vond hij ook heel erg leuk. En wat daarachter zit is dat mijn broertje vroeger uh, een soort obsessie had met beertjes. En dat hij altijd wilde dat ik hem kneep. En dan zei hij Teddy, Teddy. Weet je, je hebt toch van die teddyberen een knijper in en dan zeggen ze iets. Ik zag het gewoon helemaal voor me, zo'n kleine pinda die Teddy heet. Ja... Ik zit nu bijvoorbeeld in een borstvoedingsfase. <laughs> nou, ik heb echt het gevoel dat ik geen leven meer een of andere melkkoe ben geworden. Gewoon. Ja. Nou, het is gewoon zo. Daar nou, word je moet nou niet echt gelukkig van. En ja, wel om haar te voeden. Is hartstikke... Ik vind het echt een heel mooi iets vanuit de natuur dat het allemaal zo werkt. Maar poeh, heftig. Het is gewoon al oh, je tijd gaat erin zitten. Vond je dit nou een toffe video? Laat het even weten door je duimpje omhoog te doen. En vergeet niet even te abonneren op 538. Doei!